De Nederlandse vrees voor een islamitische overheersing. PVV-leider Wilders voorspelde in 2006 zelfs een tsunami van islamisering die ons land zou overspoelen. Het is niet nieuw, want we zijn wel vaker bang voor religies. Voor de moslims waren het de katholieken die ons vorige eeuw de stuipen op het lijf joegen. Protestanten vreesden een vloedgolf van Roomsen die er nooit is gekomen. Hoe reëel is de angst voor een islamitische tsunami? De cijfers. We vergeleken de 6 jaren voor 9-11 met de jaren erna. Een periode waarin de angst voor moslims aantoonbaar sterk toenam. De toestroom uit Marokko en Turkije, de 2 landen waar de meeste Nederlandse moslims vandaan komen, daalde na de terreuraanslag met 37% en 26%. Ook het aantal migranten uit andere moslimlanden, zoals Irak en Afghanistan, daalt tijdens de War on Terror. Een tsunami komt niet op gang, want wat blijkt? Van 2005 tot en met 2007 gaan er zelfs meer Turken en Marokkanen weg dan dat erbij komen. Daarbij komt ook nog eens dat de Turkse en Marokkaanse gezinnen in Nederland steeds kleiner worden. Sinds 9-11 daalt het aantal kinderen dat een Turkse vrouw krijgt met 17%. Vanaf 2008 is een gemiddeld jong Turks gezin zelfs kleiner dan een Nederlands gezin. Bovendien worden de poorten van de moskee niet bepaald platgelopen. Ging eind jaren 90 nog bijna de helft minimaal 1 keer per maand naar de moskee. De afgelopen jaren gaat nog maar 1/3 minstens maandelijks naar het gebedshuis. Demografen voorspellen dat over 40 jaar ten opzichte van 2006 slechts 3% meer moslims in Nederland wonen. De tsunami van islamisering lijkt dan ook meer op een zeer bescheiden golfje.